Hoi en welkom bij weer een nieuwe Plan With Me video, deze keer voor de maand februari. Voor mensen die me al wat langer volgen, ik hou niet van de meest stereotype-achtige spread. Februari is al vaak bij mensen een beetje pink en girly en hartjes en dat wou ik deze keer niet. Dus ik heb gekozen om dit craftpaper te gebruiken. Allereerst wil ik hier aan de linkerpagina een quote toevoegen. En ik heb dit craftpaperpapier expres op 1 centimeter smalle rondom gedaan van mijn journalpagina. Zodat deze een soort passepartout effect krijgt. En voor de letters zelf heb ik expres afgewisseld tussen meer flow letters tot grote letters. En de materialen die ik hier gebruik is allereerst een witte gelpen. Voor de rest gebruik ik een bruine jelly rollpen en als laatste een zwarte paintmarker. In eerdere journals deed ik altijd eigenlijk wel een quotepagina toevoegen. En ik merkte gewoon dat tijdens het gebruik van januari ik het een beetje kaal vond aan de linkerkant. Dus daarom dat ik deze keer gelijk begin met een quote. En deze keer heb ik de quote: "Like wildflowers, you must follow yourself to grow. In all the places people thought you never would." En waarom ik deze heb gekozen is omdat ik deze keer wat droogbloemen weer doe toevoegen. Deze had ik nog gevonden in mijn kast. En ik weet niet, het geeft een beetje wel een soort romantische sfeer. Zonder dat het extreem in je face Valentijnsdag schreeuwt. Dus het leek me wel een leuke oplossing. Ik heb eigenlijk hetzelfde soort craftpaper hier gebruikt. Daarnaast heb ik een kader erin gemaakt. En dit kader is 14x14 in mijn geval. En daar heb ik kalkpapier achter gedaan, zodat de bloemen veilig opgeborgen zitten. En een beetje een subtielere manier overkomt naar de pagina. Dus als je dit ook wil creëren, kun je dat op deze manier zo doen. De volgende pagina is weer een maandkalender. En ik heb deze keer ook weer het craftpaper gebruikt. Ik heb deze van tevoren helemaal uitgetekend erop. De hokjes zijn in totaal 2,5 centimeter bij 2,5 centimeter. En dan heb ik rondom een halve centimeter vrijgelaten om ook daarin een soort kader te creëren. Omdat ik wil dat de pagina wel gemakkelijk open gaat, doe ik hem wel door midden snijden. En dat is gewoon puur alleen voor het gemak. Op het eerste gezicht valt het niet heel erg op dat het gesneden is, maar lijkt het toch wel in geheel, maar het is gewoon vooral veel gemakkelijker. Verder gebruik ik hier weer mijn bruine jelly roll. Deze komt er iets subtieler over als gewoon een zwarte pen. En het past gewoon heel mooi bij het craftpaper en de witte gelpen. De decoraties doe ik hier nog wat extra stickers toevoegen om een beetje dezelfde soort mood te creëren. En nog één klein takje droogbloemen. Lekker simpel, een beetje minimalistisch, maar toch heel erg leuk samen. Het duurde even voordat ik de juiste stickers trouwens, de combinatie gevonden had. Voordat ik de uiteindelijke combinatie had gemaakt. Soms is het daar gewoon even, je moet gewoon een beetje rommelen met al je plaatjes of je stickers. Net zolang tot je tevreden bent met het eindresultaat. Gaan we door naar de week setup. Vorige maand had ik echt één hele twee pagina spread per week. Deze keer hou ik hem iets kleiner. Ik had al die ruimte niet per se nodig. En omdat ik toch niet te veel pagina's steeds Dutch door wil doen, doe ik deze keer één week spread per losse pagina. Als soort herders te creëren heb ik een cirkel bijgepakt van 2,5 centimeter. Deze heb ik allemaal door midden geknipt. En dit is dadelijk om gewoon de dag zelf en de datum van de dag erbij te zetten. Zoals altijd de doordeweekse dagen iets kleinere vakjes als in het weekend. Omdat ik in het weekend altijd iets meer doe. En ook doe ik hier weer in de hoekjes wat extra decoratie toevoegen door de diverse stickers toe te plakken. Gaan we door naar de volgende spread en deze keer begint de maand met één dag minder in de week en eindigt die op een losse maandag. Dus deze heeft hier één eigen klein kolommetje hierboven aan de pagina. En ik heb deze pagina verder opgedeeld met aan de linkerkant een habit tracker en aan de rechterkant een mood tracker te creëren. De mood tracker zijn de vakjes 2 cm bij 2 cm. En ik heb deze keer expres helemaal rondom de pagina gedaan.
in het vierkant. Ook omdat het weer een beetje past bij de eerdere vormen. Maar ook omdat ik dadelijk dan extra ruimte heb in het midden om nog wat extra decoratie toe te voegen. Omdat verder rest de pagina van de Habit Tracker deze keer best wel wat ruimte over was, heb ik deze keer gekozen de Habit Tracker wat groter te maken en alle vakjes 1 bij 1 centimeter te maken. Door middel van de witte gelpen en gewoon een beetje cursief te schrijven, doe ik de titels toevoegen. En als laatste dus de extra decoratie waar ik het over had. Ik heb weer een extra klein kadertje gecreëerd van kraftpaper. Hier doe ik weer hetzelfde kalkpapier op. En dit is weer om, zodat ik nog een laatste takje droogbloemen die ik nog had liggen, ook op deze manier hier toe kan voegen aan de pagina. Ik kijk van tevoren gewoon een beetje hoe ik deze geplaatst wil hebben. En voordat ik er tevreden mee ben, en dit was een beetje de manier waarop ik het wou, doe ik het goed uitcentreren voordat ik deze goed opplak. Want zit die vast, dan zit die vast en dan kan ik geen kant meer op met de droogbloemen. Maar al met al ben ik in ieder geval blij met het resultaat. Laat ik jullie nog even alle spreads helemaal klaar zien. Allereerst de titelpagina. Ik heb hier onderaan nog februari toegevoegd, zoals je ziet. Dan de maandkalender. Met aan de linkerkant weer alle losse cijfers, zodat ik events duidelijk op kan schrijven in plaats van in de kleine hokjes. En dan de diverse weekspreads. Ook niet te overdreven, lekker minimalistisch. Maar toch op een leuke manier toegepast. En als laatste mijn habit tracker en mijn mood tracker. En dat was het weer voor deze Plan With Me video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En widget video's vaker zien, die ook vooral dan abonneren op mijn kanaal. Hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!